echt een heel tof ding. Die is leuk, hè? Hallo, hier wie wilt, hè? Maar als koffie er helemaal in zit... Want die gaat natuurlijk volgende maand naar school. Knuffelen bij de broers. Elke dag is een feestje, jongens. Ik hoop dat ik nog wat materiaal kan gebruiken. Oh. Oh, is heel lekker. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Even een kleine opmerking voordat je de video gaat kijken. Deze week kwam ik erachter dat mijn telefoon dus stuk was. Dus het geluid is echt af en toe een beetje... Klinkt soms net alsof ik onder water zit of zo. Ik weet niet wat het is. Heel gek. Dus het slechte nieuws is dat het geluid soms iets minder kan zijn. Het goede nieuws is dat het na deze week is opgelost. Maar ik wilde toch graag gewoon de beelden gebruiken. Want het was ook weer de eerste week van Ismael van school. En ik vond het toch wel een gezellige video. Hopelijk vind je het niet erg. En heel veel kijkplezier. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is maandag. En Ismael gaat weer naar school. Ik heb weer een boterhammetje gevuld. Ja, we moeten er weer aan geloven. Even kijken hoor. Broodtrommel, bekers. Zo, de rugtas ingepakt. Ontbijtje staat er vast klaar. Dan ga ik de jongens uit bed toveren. Dus hier ben jij er ook klaar voor. Ja, hè? Allemaal uit bed. Hè? Ja. Lekker ontbijten. Nou, Ismael weggebracht. Ging hartstikke goed. Het wordt zo'n grote jongen. Echt niet normaal. En hij stond heel stoer. En nou ja, ik had niet het idee dat hij het heel moeilijk vond. Hij had er vooral heel veel zin in. Hij is ook echt zo gegroeid in de afgelopen weken. Het is echt, ja. Hij wordt gewoon echt groot. Niet normaal, mijn kleine jongen. Oh, echt, ja. Maar hij heeft een hele lieve juf. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat hebben. Ik heb Elias bij de gastouder gebracht. Amelie ligt even te slapen. En ik heb even een koffietje. Het is gek. Het is een leeg huis. Na 6 weken met z'n allen te zijn geweest. Maar ook wel weer leuk. Want ik ga vandaag naar... Sale toe. Die is verhuisd ook. Dus ik ga haar nieuwe plekje bewonderen. Ze is gaan samenwonen met een vriend. Echt heel erg leuk. Dus ik heb zin om erheen te gaan. En... ik ga straks die kant op. En ik heb nog een cadeautje voor haar. Want ze is jaren geweest, al een tijd geleden. Maar we hebben elkaar niet meer gezien. Nieuw stekkie past wel, hè, bij het nieuwe stekkie waar ze woont. Dit kaartje heb ik zelf gemaakt. Ik had hem lang niet kunnen gebruiken. Maar nu komt hij weer van pas. Dus dat is wel leuk. Ik moet echt heel veel nog op mijn webshop zetten. Want ja, ik heb het al lang niet meer geüpdate. Maar ja, tijd te kort. Maar ik drink even mijn koffie. Ik moet nog een paar dingetjes regelen. En dan ga ik die kant op. Iets korter dan een half uurtje rijden. Dus dat is wel goed te doen. Ik neem wel even snacks mee in de auto. Want ik weet nu al dat ik honger krijg. Ik ga ook niet al te laat weer terug. Want ik moet vanmiddag ook nog wat dingetjes regelen. Voordat de jongens dan weer thuis komen. Want ik wil ze ook wat eerder ophalen. Dus ja... Nou ja, het is weer maandag en het ritme is weer begonnen. Inmiddels ben ik weer thuis. Het was heel leuk om even Sil haar nieuwe huis te zien natuurlijk. En de camper, want ze gaan binnenkort met een camper vakantie. Echt een heel tof ding. Ik maak even een ijskoffie en dan ga ik Amelie even voeden. Warm, niet normaal. Gelukkig heb ik airco in de auto. Het scheelt natuurlijk een hele hoop. Jemig, krijg ik dit er nog uit? Even afkoelen. En een spaatje rood. Ik denk dat ik even deze bij ga snacken. Nee, maar het was fijn om even bij te kletsen. Ik ga ook nog even wat dingetjes regelen. Op de laptop zometeen. Maar ik ga even bijkomen uit die hitte. En dan even nadenken wat ik straks voor eten ga maken. Ik denk... aardappels of pasta. We hebben al heel veel grilltjes en patat gegeten de afgelopen weken. Pasta heb ik ook wel zin in. Maar ik heb niet zoveel zin om te koken. Dus ik kijk even wat ik ga doen.
Even over nadenken. Zo, ik heb genoten van mijn koffie. En ik neem nog even dit als snack. Want ik heb nog trek en ik ga dan nu even aan de slag. Amelietje ligt gezellig naast mij op de bank. Dat is natuurlijk ook heel gezellig. Lig jij gezellig bij mij, hè? Ja. Ja, meis. Deze vindt ze echt heel erg leuk. Ja. Die is leuk, hè? Daar kun je lekker mee spelen. Mappie. Nou, ik ga toch voor een AVG'tje vandaag. Aardappels, boontjes, broccoli. En dan maak ik iets van vissticks erbij, denk ik. Ik had er even geen zin in om andere dingen te maken. Dit is vrij makkelijk natuurlijk. En ik dacht, morgen ga ik even koken voor ook woensdag. Want dan begint de zwemles ook weer. En dan maak ik dus morgen even lekker pasta. Ik moet trouwens ook echt vandaag de... Hoe heet het? De planten water geven, want anders gaat het niet goed komen. Ja. Oh, er zitten allemaal vlindertjes op de munt. De munt staat ook helemaal in bloei gewoon, maar die heeft wel water nodig. En het zijn niet hele mooie takjes meer. Ik denk echt dat het te warm is geweest. Dus ik ga dat niet meer gebruiken voor de thee, maar de vlinders worden er wel blij van. Nou, ik ga straks even de planten nog water geven. Nu ga ik de jongens halen. En dan zit de maandag er alweer op. Niet normaal. Dag meisje. Lekker weer schoon. Ja. Mijn soep is geworden. En het eten is klaar. Ik heb zelf zalm in bladerdeeg. En dan met aardappels erbij. En voor de jongens de vissticks. Lekker. Hey, goedemorgen. Ik hoop... Dat is hij voor de deur staat, want hij was gisteravond dus niet thuisgekomen. Oh, daar zit ze. Hey, Jessie. Ja, ze heeft het wel vaker hoor. Dat ze, zeker met warm weer, dan gaat ze soms wel eens splijten. En dat weet ik wel van haar, maar liever binnen natuurlijk, 's nachts. Ja, was je er weer? Ik ga broodtrommels maken. Amelie kwam precies op de tijd... Dat ik op moest staan. Dus het liep een beetje uit allemaal. Maar ik ga nu gauw brood maken. Het is allemaal wel weer goed. De jongens zijn ook wakker, maar die liggen nog in bed. Ik heb wel goed geslapen op zich. Alleen, ik heb een beetje koppijn. Zo. En door. Water. Nou, we zijn weer thuis. En nu heb ik heel veel zin in koffie. Ja, en hier is heel veel zin. Ja, dat weet ik. Het is van mij geweest. 2. Dat zijn de taal. Oh, die zit er helemaal niet in. 3. Nou, klepje dicht. Knopje aan. Knopje aan. Ja, goed zo. Dan geeft hij ook licht. Ja. Dat betekent dat hij aanstaat. En als hij niet licht geeft, dat betekent dat hij uitstaat. Ja, goed zo. Dat heb jij goed begrepen. Hallo, wie belt daar? Elia. Ja, ik moet zeggen, een grote jongen belt. Ja, hallo. Hallo, een grote jongen belt. Hallo. Ja. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. 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 Hallo, hier wie belt er? Hallo, wie belt er? Wil jij thee, Elias? Ik moet echt even wakker worden. Het is weer wennen, dit ritme, maar ja, hoort erbij. Maar als de koffie er helemaal in zit... Die is leuk. Ja. En daarop. Goed zo. Ja. Kun jij wel? 1, 2. Goed zo. Zo.
zijn even naar de winkels geweest, want ik moest gymschoenen kopen voor Ismael. Die had ik niet meer. En donderdag heeft hij gym, dus die heb ik even gekocht bij Scapino. Nog een paar dingetjes, ik laat het zo zien. Maar eerst gaan we even eten, want ik heb heel veel trek. Ik ook. Ja, jij wil die? Ja, met banaan erbij. En een banaantje. Ik neem zelf wel boterham. Ik heb echt heel veel trek. Ik ook. Volgens Elias is dit een lunch. Ja. Een koek, een cracker en een banaan. En neem je straks ook nog een boterham dan? Ja. Oké. En ik neem water, een gemberthee. Ik heb alvast twee crackers met smeerkaas en ik kook even eitjes. Die doe ik straks lekker op brood. En dan lekker eten. Ze heeft ook al zijn eitje op en nou nog een boterham. Jij gaat lekker. We waren na de lunch volledig gecrashed. Amelie ging lekker een dutje doen en toen dacht ik ga ook even liggen. En Elias ook, dus we hadden even lekker gechilled. En nu is het alweer tijd om Ismael op te halen. Dus dat gaan we maar doen, hè? Hier, ja. Hartstikke mooi. De jongens waren er dus achter dat hier blijkbaar heel lang al snoepjes in verstopt zaten. En ja, ik ga het laten zien. Tada! Kijk, wacht, het zit net achter die koffie. Hier. En je kwam er per ongeluk, kwam Ismael er gisteren achter toen hij eigenlijk kapot leek. Maar dat was dus de bedoeling dat hij open ging. Hè? Maar we dachten dat hij kapot was gegaan. Ja, maar ik kon hem nog maken. Ja. Ja, maar toen zag je dat de snoepjes erin zaten. Ja, dat zagen we vanochtend. Vanochtend pas? Ja. Oh. Nou, ik neem lekker een ijskoffie. Waar is die andere koffie dan? Ja, hier. Een shortje koffie. Ik gooi het er even bij. Is dat... dat is een shortje koffie. Daar gaat ie. Hoppakee. Oeh, lekker. Kijk, mooi hè? Altijd. Wauw, mooi. Oh, zullen we ook jouw mooie tekening vliegen laten zien? Kijk nou. Ja, wie, 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 wie. Hoe mooi is wel die gemaakt heeft. Een gouden zon. Oh, mijn nagels helemaal vies. Een gouden zon. En dit is Ismael. En je hebt je naam geschreven, hè? Ja, weet je. En hier allemaal figuurtjes getekend. Ja. En we hebben hem al getest. Hij deed heel goed in de wind. Hè? Ja. Leuk, hè? Nou, we moeten even weer dingen gaan wisselen op de koelkast. Tijd voor nieuwe. Hè? Ja. Mooi hoor, wat had je hier dan gemaakt, die figuurtjes? Is dat weer alientaal? Nee, dat is de tegels. Oh ja. En dit? Medailles. Oh, medailles! Heel leuk. Ik heb die allemaal gedaan. Met vliegeren. Vliegermedailles. Ja. Cool. Mama, weet je niet meer wie deze heeft gemaakt bij de kinderdag? Ja, tuurlijk weet ik dat. Dat ben jij, hè? Ja, weet. Maar weet je waarom mama dat weet? Omdat jouw naam erop staat. Ja. Mafi. Oké. Ik denk dat mama maar een stukje chocolade bijneemt of zo. Oeh. Zo, even kijken hoor. Zo. En dan mag ik eerst maar ook twee stukken. Zo. Dat gaat hij nog doen. Wat laat ik? Ik zal nog even laten zien wat ik nou gekocht had. Voor mezelf eigenlijk niks, maar wel voor de jongens. Even kijken hoor. Dat is bij Scapino deze gymschoenen, hele basic. Maar ze hadden tweede artikel 50%. Dus ik heb gelijk voor Elias dus ook gymschoentjes gehaald. Want die gaat natuurlijk volgende maand naar school. Bizar. Ik moet dus alleen even checken of Ismael deze past. Ik hoop het. Ze hadden ook groen en zwart en zo, maar en die vond ik eigenlijk het leukst, die groene helemaal. Alleen die waren er niet meer in de goede mate, dus ik heb maar wit gedaan. Prima, ook wel stoer. Maar voor Ismael heb ik dus maat 32 en voor Elias maat 29. Dus ik hoop dat het goed zit. Nou ja, die van Elias heb ik al kunnen passen natuurlijk. Dus ik ga dat zo even doen. Ik had bij de blokker nog even, want ik wou even nog kijken voor nieuwe airfryers. Ik ga namelijk een nieuwe airfryer kopen. Maar ze hadden niet zoveel staan. Ik ga het sowieso online bestellen. Maar ik denk ik kan nog even kijken in de winkel. Maar ze hadden niet echt heel veel staan. En ook niet die ik in mijn hoofd heb.
Dus dat was jammer. Van die bio afvalzakjes, die had ik weer nodig. En nog een nieuwe Dreft heb ik gekocht. Afwasmiddel. En ik liep nog even bij de Takko naar binnen. Toen zag ik deze leuke pakjes. Broekjes en shirtje. Heel lekker chill pakje of een pyjamaatje. Maar ik vind het ook nog wel leuk genoeg om zo aan te trekken voor de jongens. Het is alleen dus dezelfde maat. Maar ja, ze overlappen ook echt wel veel hoor, qua maten. Dus ik hoop dat, ik denk dat Ismael het wel past, want het is een beetje oversized. En voor Elias zal het dan nog iets te groot zijn, maar dat is niet erg. Dit is 122, 128. Dus sowieso past Ismael dit nog wel. Ik vond het zo leuk. Dus dan hebben ze twee dezelfde setjes. Ze willen de laatste set alleen maar dezelfde kleren aan. Dus wat ik voor de een haal, probeer ik ook voor de ander te scoren. Want anders dan komt er ruzie. En het is soms net een tweeling, wat dat betreft. Maar leuk toch? En ze waren, voor zo'n setje was het €6. Dus nou, ik ga even kijken of het past voor de jongens. En dat was het ook, €11,98. En de schoenen waren dus €13,48. Er ging dan €4,50 vanaf. Nou, dat ook allemaal weer binnen. Oké, ik ga pasta koken. Het is bijna 4:30, maar ik wil echt op tijd eten en op tijd de jongens in bed. Want het hakt erin deze schoolweek. Ik vind het wel fijn als het eten straks lekker mooi op tijd klaar is. Kunnen we rond 5 uur eten en dan daarna lekker in bad. Ja. Hopelijk gaat het dan lukken op tijd erin. Kijk, super lekkere pakje dit. Echt heel leuk. Gymschoentjes zitten goed, hè? Ja, of je kan. Maat 32 al, niet normaal. Ja, ze zitten net ietsje te groot, maar dan groeit hij echt binnen een paar weken. Kijk. Ben je erin gegroeid? Kijk. Oh ja, het kaartje moet er nog af. Nou, leuk jongens. Nou, vandaag wordt het vegan rolstukjes erin. Paprika, die is echt aan zijn einde, zoals je kan zien. Net als de prei en de bosuitjes. Maar goed, vaak als je die buitenste dingen eraf haalt, dan is het weer helemaal oké. Courgette, die is er ook aan toe om erin te gaan. En dan mini pennen. En ik maak het gewoon met tomatenpassata. Dus, that's it. De groenten allemaal in de pan. En dan de saus erbij. Nou, dan is het zo klaar. Heerlijk. Wat een pasta gemaakt. Ik heb er echt veel zin in. Oké, hier wordt gespeeld. Ja hoor. Helemaal. Kijk, deze. Pasta is ready. Ik heb nog een rucola voor de oven en kaas. Het gaat regenen. Komt er misschien wel water in? Het is vandaag woensdag. Ik wou zeggen donderdag. Maar het is woensdag. Oh, 7:10. Ik hoef alleen nog even aan te kleden. En dan ben ik al klaar. De kids liggen allemaal nog te slapen. Ik ga even brood en alles eruit halen en maken. Wat wil jij hier zien? Je hebt toch eten en drinken? Wat wil je hebben? Naar buiten? Vandaag weer naar school. Ik niet natuurlijk. De broodtrommel vullen natuurlijk. Gisteren, wat heb ik gisteren gedaan? Ja, ik ging gewoon redelijk op tijd naar bed. Nou ja, wat was het? 10:30 geloof ik. Ik ben vannacht 1 keer wakker geweest voor Amelie. En ze was om 7:30 kwam ze nog even. En die andere keer was rond 3:00 vannacht. En nu slaapt ze weer, dus nou ja, ze kan nog even slapen. Totdat ik hun allemaal wakker maak natuurlijk. Nu even wakker worden. Ik heb nu al zin in koffie. Het ziet er wel donker uit. Nou hè? Ja. Dat vond ik nou ook. Is maar op school. Ja. Tijd voor een bakje koffie. En Elias moet straks naar het consultatiebureau. Ja. Ja. En vanmiddag is weer zwemles. Dus het is weer een lekker programma vandaag. Ik wil deze wel eens proberen, Elias. Wat? Perla. Zo, waar gaat die dan in? Nou, gewoon in het apparaat. Nummer 7. Intenso Lungo.
De rest ook hier, hè? Ja. Dat is vitaminevrije, cafeïnevrije. Cafeïnevrije. Die doen we daarin. Zo. Onder de raam zit er ook nog wat daar. Ja, er zit een fijne bodem in. Kijk, maak maar open. Kijk, kom weer. Het ruikt lekker, zeg. Ja. Ik weet niet of ik deze ooit heb gehad van Pella, maar ik had hem gekregen van mijn ouders. Die hadden hem bij de Albert Heijn bij de gratis boodschap, geloof ik. Van die gratis grasproducten was het. En zij hebben niet zo'n apparaat. Dus dan mocht ik ze hebben. Dat gaat goed. Ja. Nou, kunnen die doosjes ook weer weg. Hey. Waarom maakt die geen geluid? Oeh, wat voor geluid? Koffiegeluid. Hij is klaar. Ja, ruikt lekker, hè? Ruikt echt heel lekker. Koffie. Middag komt Nine trouwens. Die wilde me soort van assisteren met de zwemles. Echt super fijn. En gewoon even gezellig bij kletsen. Nu als je komt op pintjes, dan doet dat hier. Oh, moet ik het doen met de zwemmen? Ja. Maar wel fijn dat ze even mee wil gaan. Maar we kijken wel hoe het loopt. Maar ik ga straks even eerst de hele woonkamer stofzuigen en alles. Ik want, moet meehelpen. Ja. Hier zit geen eten in. Zo. Dus straks even de woonkamer doen. Stofzuigen en afstoffen. En met een doekje en alles. Opruimen. Ook moet echt gebeuren. Straks even doen. Maar ja, eerst natuurlijk lekker koffie. Alles weer klaar. Ik krijg het bloedheet van stofzuigen. Even pauzeren. Net tijd. Ja, pak maar je bakkie. Een half banaantje en een koekie. Thee, water. En Amelie wil natuurlijk ook drinken. En ja. Jij wil even een spelletje doen, hè? Ja. Ja. Kijk, waar is 3? Waar zit die? Hier. Ja? En waar zit dat op het plaatje dan hier? Hier? Ja, dat is hem. Jee. Nu deze. Makkie. Het is een makkie, hè, Amelie, voor Elias. Oh, je bent al door aan het gaan. Kijk, je kan het gewoon alleen. Yes. En nou gaan we kijken. Heb jij het goed gedaan? Draai maar om. Kijk eens even. Klopt de rode vorm? Ja. Klopt de blauwe vorm? En de groene? Ja. Ja, je hebt hem helemaal goed. Deze. Wat is dat? Een roos. Een roos, ja. En wat hoor je dan? Een? Waar begint hij mee? Een? Misschien weet je die ook wel, die letter. Oh, deze letter weet je sowieso. De? Van jou ook. Ja, van mama. En van? Mieren. Mieren, ja. Ja, drie. Ik ben er 3. Jij bent 3. Nog even. De Goed zo. Deze. De Z. De Z? Ja. Ja. Zo, goed hoor. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Oh, schiet me nou te binnen dat ik Ismaels schoen nog even zijn naam moet schrijven. Zijn gymschoenen bedoel ik. De jongens zijn ook wakker. We gaan ontbijten. Iedereen is wakker. Nee, zo. Oh, Ismael nog niet. Gezellig, Amelie. Hey, schatje. Zo, kijk eens. Wat is dit? Ja. En lekker gek doen. Hallo, Amelie. Amelie is aan het gek doen. Hoor je dat? Die doe ook. Ja, die ruikt lekker, hè? Nou, doe maar dicht.
Ja. Ja. En dan de knop aan. Yes. Ja. Nee, de bovenste. Even aan de knop draaien, draaien, draaien. En die. Deze? Ja. En dan gaat hij aan. Yes, gelukt. Tijd voor een snack. Rijstwafels met pindakaas. Een stuk banaan erbij. En ik heb nog een bakje koffie en thee. Allebei een kopje thee. Even naar de supermarkt. Welke? En we doen die met zwarte strepen. Je shirt? Nee. Oh. Ik heb voor het weekend alvast een lekker sapje gehaald. Twee keer de spaarrood bloedsinaasappelsmaak. Aardbeikornetto's, die vinden die jongens allebei heel lekker en ik ook. Dan deze, vier kleuren ijsjes. Die heeft Elias uitgekozen. Ik heb een bak met magere kwark, want ik had een tijdje niet gehaald. Dus die weer even lekker in huis. Ik heb s'avonds ook heel veel trek elke keer, dus dan kan ik even... lekker wat kwark eten of zo. Anders ga ik alleen maar chips en dat soort dingen eten. Maar even, ja, dit als een soort gezonde optie. Een rolletje beschuit. En spinazie voor in de diepvries. En wc-papier. Dan heb ik nog een zak brood voor Cora. Witte kaas. Twee keer Valais burgers dingen. Die waren in de bonus. Geloof 1 plus 1 gratis. Dacht ik, ja. Crispy chicken burger en saté schnitzel. Broccolietje, die was nu ook in de bonus, volgens mij. Zo kijken er ging. Ja, die is ook mooi, Elias. Ik wil zien op de camera of die is. Ja. De broccoli, oh ja, daar ging 32 cent van af. Ja, en was hamburger. Dan, 60 cent ongeveer. Oh. En hamburger. Die hamburgers, ja, daar ging 3,69 euro. Dus ja, 1 plus 1 gratis inderdaad. En nog een lekker stokbroodje. Amelie heeft even gedronken en die slaapt nu. Elias zit even iets kijken. Ik moet zeggen, ik heb heel weinig energie. De afgelopen dagen waren het toch best wel druk. Ik weet niet. Maar ik dacht net van, we gaan even een wandelingetje naar de supermarkt. Want dat binnenzitten word ik dan ook even niet goed van. Dus even eruit of zo. Maar... ik ben even eitjes aan het koken voor de lunch. Dus we gaan ook even lekker een boterhammetje eten. Gekookt eitje erbij. Smakelijk! Eet hebben? Gewoon een lunch. Ja? Nee, we hebben niet. We nemen even limonade met snackies, druifjes, pindaatjes, hoe heet die dingen, amandelen. En jullie hebben wat spekjes erbij. Ja, eerst maar even die spekjes. Ik neem een koffie, ijskoffie. Ijskoffie. De ijskoffie. Even lekker knuffelen bij de broers. Gezellig, Amelie. Niet doen. Amelietje. Oh, lief. Wat? Wat mooi. Dit is een huis waar ik kan doen. Nou, ik heb wasje opgevouwen. Die jongens hebben lekker gespeeld. Wat zit mijn haar bizar. Wat is dit? Ik ga de jongens even in bad doen. Amelie onder de douche. Ja. Lekker op tijd. Ik ben op tijd erin vandaag. Deze meid is in slaap gevallen na de douche. Dus ik kan hopelijk nog eventjes slapen. En dan maak ik het eten even klaar. Bon appetit. Lekker zeg. Pasta. Nog wat rucola eroverheen. Allemaal een bakje rauwkost. Stokbroodje. Die is van Elias. Lekker. Zo, lekker gegeten. Nou, een toetje. Kwark met Krusty. Het is vrijdag en ik heb net boodschappen nog gedaan. Ik had natuurlijk bij de Albert Heijn al wat dingen gehaald, maar nog lang niet alles. Dus ik ben met Amelie even op pad geweest. Elias is bij kinderdagverblijf, is mee op school. Dus ik zal even laten zien wat ik gekocht heb. En daarna ga ik echt
een kop koffie drinken. Ik denk dat Amelie ook eerst wat wil drinken. Dus dat ga ik eerst doen en dan laat ik het jullie zien. We hebben safari toetjes, fruitkorkjes, een ijs cappuccino, koffie. We hebben 3 margarita pizza's voor vanavond. Van die knijptoetjes. Deze had ik weer zin in. Van die kaaspuntjes. Een zak kreukelfriet. 2 courgettes. Worteltjes en sla. 2 komkommers. En dan contrast. Donuts en hazelino's. Ik had hier nu zoveel zin in. Dus die ga ik zo lekker bij de koffie nemen. Dus lekker voor het weekend. Een soort soepstengels met... wat is het? Olijfolie en sesamzaadjes. Deze zak chips. Nou, was even een onderbreking. Amelietje heeft even gedronken. Hey. Mm. Heb je zo'n mooi pakje aan vandaag? Ja. Maar we gaan even door. Ik heb hier cocktailnootjes. Had ik weer zin in, die borrelnootjes. Hagelslag, pindakaas. We hebben kuizenbroodjes om af te bakken. Even nieuwe kauwgom. Deze barbecue flavor ribble chips. Ze hadden allerlei bio groenten en producten in aanbieding. En toen zag ik deze in de schappen. Ik denk, oh ja, dat is weer eens lekker. Die vinden de jongens ook heel lekker namelijk. Italiaanse bollen, dat is misschien wel lekker voor vanmiddag. Biologische aardappelen, die waren dus ook in de aanbieding. Soja voor de koffie. Stokbrood, eieren en banaantjes. En dat was het. Nou, dan ga ik nu lekker een bakje koffie nemen. Dat zie jij. En daarna ga ik even wat dingetjes proberen te doen. Kijken of Amelie straks nog gaat slapen voor een dutje. En anders dan doet ze maar gezellig mee. Elke dag is een feestje, jongens. Het is 11:15, maar ik heb al zoveel trek dat ik alvast wat brood heb gemaakt. 1 met roomkaas en 1 met vega boterhamworst. Amelie slaapt. Ik heb de volgende snack, wat wortels en water en thee. En ik ga even editen. Oké, als het goed is, is het geluid nog steeds crap. Ik heb zojuist een nieuwe telefoon gekocht. Dit is echt bizar. Blijkbaar is het geluid al een paar weken, denk ik, niet goed. Echt heel erg balen. Maar goed nieuws is dat de kwaliteit dus... vanaf morgen 100.000 keer beter wordt. Ik ben heel benieuwd. Maar echt, ik hoop dat ik nog wat materiaal kan gebruiken. Oh. Ik ga dit ook even terugluisteren, kijken hoe dit nou klinkt. Zonde als ik het niet kan gebruiken allemaal. Oké, ik ga dit terugluisteren. Jas heeft heel veel tractaties gehad op het kinderdagverblijf. Deze is toch wel echt heel erg leuk. Kijk nou, een safari thema. Snoepjes, een balletje, een rietje. En zo'n armband weer. Leuk hoor. Ja. En laat die mooie toverstaf eens zien. Oh ja. Oeh, die is mooi. Kijk, je kan ook dingen wegtoveren. Hocus pocus, Pilatus, pas. Ik wou dat de bank weg was. Balletje bovenaan. Deze kinderen. Zo moet die. Nou, ik heb hier mijn geweldige nieuwe iPhone. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Wat een
ding, hé. Ja, want hij heeft een nieuwe telefoon. Ja, maar ik moet alleen de simkaart nog even verwisselen, dus dat ga ik nu doen. Dit is de test met de nieuwe phone. Ik moet zeggen dat het nu wel donker is. Ja, Amelie, je bent heel helder. Maar weet je wel, mama, vogelspinnen zijn toch zo groot? We kunnen ook een soort van... Kijk, dit is een makkie. Kijk, ik heb al zo'n. Ja, zo kan die ook, ja. We kunnen ook dit maken. Ja. Dan moeten we even... Hey, het is vandaag zondag. Ik ga even de lunch maken. En ik ga een smoothie maken met mijn nieuwe blender. Want die zit nog in de verpakking. We gaan hem er even bij pakken. Dit is hem. Dus ik heb wat fruit wat op moet en zo. Dus dat ga ik er even in knallen. En een klein beetje spinazie erbij. Even wat groente. Ik heb al lekker eitjes gekookt. Dus die gaan we ook eten met... Ja, gewoon met een broodje. Ik zal hem even eruit halen. Testen. Dat ziet er prima uit, dit ding. Oké, we gaan ervoor. Ik zal hem even schoonmaken nog. Kijken hoe ik hem schoon kan krijgen. Of neem aan dat dit wel los kan van dat ding, toch? Dat vind ik nou gek. Hoe krijg je dat nou weer? Oké, dan ga ik even kijken. De vraag is hoe. Ik ga het even uitvogelen. Ik moet hem dus losdraaien. Maar hij zegt die kant op. En toch heb ik het idee dat het de andere kant op moet. Maar hij zit echt... Oh, kijk. Ik wou zeggen, hij zit echt muurvast. Maar dit moet zijn. Ik weet niet of dit ook nog los kan. Oh ja, kijk. Dat wou ik, want dan kunnen we hem even gaan reinigen natuurlijk voor gebruik. En dan gaan we hem even testen. Even alles natuurlijk afwassen. Smoothie. Wat doen we erin? Ik heb een banaantje. Ik heb een paar kiwis. Echt een aantal die op moeten. Kwark gaat erin. En ik heb ook nog wat diepvries fruit, geloof ik. Dus dat gaan we erbij doen. En dan een beetje spinazie. Ook gewoon uit de diepvries. En dan... Een beetje water en that's it. Nou, gaan we regelen. Zo. Een beetje spinazie. Zo, dat lijkt me al genoeg. Gaat hij het doen? Dan moet ik hem wel goed doen natuurlijk. Laat het hopen. Daar gaan we. Er zit een libelle. Hij zat net een libelle. Oh, is hij nou weer weg? Hoe zit hij er nog? Ik krijg dat dus niet makkelijk van elkaar. Oh ja. Nou, proef hem maar. Volgens mij is het wel goed gelukt. Even kijken. Oh, hij is heel lekker. Heel lekker. Ja, top. Niet precies. Ik hoop dat je het weer een leuke video vond. We zijn weer aan het einde gekomen met Amelie samen. Dit was dus de laatste video met slechte kwaliteit. Heel lief, want veel van jullie zeiden, vorige keer viel het wel mee. Ik heb het idee dat het deze vlog iets beter te horen was, het slechte geluid. Maar ja, ik heb er het beste van proberen te maken. Het was wel extra veel werk om, om dat geluid nog bruikbaar te maken, zeg maar. Maar goed, vanaf nu komen er dus weer vlogs met een nieuwe camera. Dus dat
is natuurlijk een stuk fijner ook om te editen. Ja, dan hoop ik bij deze dat je het een leuke video vond. Ja, ga je gapen. En ik hoop je natuurlijk terug te zien bij de volgende video. Doei! Doei!